Heel lang geleden woonde in een kasteel een kleine prinses. Men noemde haar de slaperige prinses. Papa, waarom heette ze zo? Dat hoor je straks wel. Was de slaperige prinses mooi? Ja, ze was heel erg mooi. Het liefst keek ze de hele dag in de spiegel. Wat ben ik toch mooi, zag? Wie woonde er nog meer in dat kasteel? Wie daar ook woonde waren de kleine prins, koningin mama en koning papa. Dat klopt. Die woonden er ook allemaal. Had koning papa een dikke buik? Natuurlijk niet. Hij was erg knap, net als ik. Hoe dan ook, er woonde daar ook een draak. Dinosaurus! Een dinosaurus? Het was geen draak, maar een dinosaurus. Buiten het kasteel woonde een enorme, gemene dinosaurus. Oh jee, misschien was de dinosaurus niet zo gemeen, papa Big. Sorry, George. Nee, de dinosaurus was erg aardig. Hij at heel veel gras. Papa Big. Oh, sorry. Ik deed de dinosaurus na. Papa, waarom heet de prinses de slaperige prinses? Dat hoor je vanzelf. Want kijk, de zon ging onder en de sterren en de maan verschenen. En iedereen werd heel erg slaperig. Maar het meest slaperig van allemaal werd de slaperige prinses. Hallo, mama Big. Hallo, juffrouw Konijn. Hoeveel kaartjes heeft u nodig? 2 volwassenen en 2 kinderen. Dinosaurus. En een dinosaurus. Peppa wil graag de zaal zien met spullen van oude koningen en koninginnen. Wauw. Dinosaurus? Maar George wil graag de echte dinosaurus zien. Geen zorgen, George. We gaan hierna naar de dinosaurus. Peppa, heel lang geleden waren al deze spullen van de koningin. Deze stoel was speciaal voor de koningin. Het heet een troon. Het is schitterend. Dit is de jurk van de koningin. Wat is die prachtig. Kijk, Peppa. Dit is de gouden kroon van de koningin. Wauw. Wat mooi allemaal. Mama? Waar is de tv van de koningin? Toen hadden ze nog geen televisie. Geen televisie? Maar ze hadden toch wel computers? Nee, ze hadden ook geen computers. Wat deden ze dan de hele dag? Mama, als ik koningin was, nou, dan had ik zoveel taartjes als ik wilde. Peppa droomt hoe het is om koningin te zijn. Verrukkelijk. Is er nog iets anders wat u wenst, koningin Peppa? Ja, meer taart graag. Natuurlijk. George? George, ben je wakker? Sst. Wat is dat voor geluid? Nou, misschien moeten we even boven kijken. Peppa, George, zijn jullie nog wakker? Ach, kijk nou zeg. Als roosjes. Aha, die herrie kwam dus helemaal niet van Peppa en George.
Ik hoor echt helemaal niets. Misschien zijn ze nu echt in slaap gevallen. Laten we televisie kijken. Tuinieren, vandaag gaan we het hebben over rozen. Oh, fijn. Ik ben gek op tuinieren. De priksteel is een bijzonder stekelige roos. Om ze te snoeien, buig dan eerst de kop en knip dan alle scheuten weg. Oma Big? Peppa, George, jullie horen in bed te liggen. George en ik kunnen helemaal niet slapen. Mogen we mee tv kijken? Nou, misschien worden jullie wel moe hè, van een beetje tv kijken. Wat jij, opa? IJslandse rozen zijn zeer zeldzaam, maar een feest voor iedereen met groene vingers. Al hebben ze wel de neiging om te gaan hangen bij te zachte temperaturen. Ah, wat een saai programma is dit. Hoi. Hallo, Suzie. Hallo, meneer Big. Gelukkig is de verpleegster er. Kom je rechtstreeks van het ziekenhuis? Ik ben geen echte zuster. Ik doe alsof. Nou, heel goed. Nee, maar wie hebben we daar? Ik ben een piraat. Hij is de zeilen. Miauw. Ik ben een heks. Ik tover je zo in een kikker. Nee. Ik ben een clown. Wat grappig. En wat ben jij, Kelly Konijn? Ik ben een wortel. Fantastisch. Kom erin. Binnen wachten een sprookjesprinses en een dinosaurus op jullie. Hallo allemaal. Hallo, hallo Suzie. Ik ben prinses Peppa. Je moet wel buigen als je met me praat. Hallo, majesteit. Ik ben zuster Suzie. Open uw mond en zeg... Nee. Ik ben een clown. Kom, doe iets grappigs. Waarom ben jij verkleed als wortel? Ik ben gek op wortels. Dinosaurus. Oh, een enge dinosaurus. Peppa is zichzelf aan het bewonderen in de spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van het land? Jij natuurlijk, Peppa. Hallo, Peppa. Hallo, ik ben een kleine sprookjesprinses. Ik ben een heks. Miauw. En ik heb een toverstaf. Ik heb ook een toverstaf. Ik tover jou zo in een kikker. Nou, en ik tover jou zo in een kikker. Peppa, George, snel, kom maar gauw naar binnen. Mama, er was net een grote knal. Dat was donder, Peppa. Dat betekent dat er straks een onweersbui met veel regen komt. Snel, vlucht naar binnen, voor je nat wordt. Hoho, geen paniek jullie. De regen is nog heel ver weg. De lucht wordt alsmaar donkerder en donkerder. Het gaat straks onweren. Peppa, George, is al het speelgoed mee naar binnen gekomen? Dinosaurus! Mooi, meneer Dinosaurus is veilig. Teddy! Ik heb Teddy in de tuin laten liggen. Nou wordt hij nat. Maak je geen zorgen, Peppa. Papa Big zal Teddy redden. Schiet maar op dan, Papa Big. Het gaat zo regenen. Ik weet alles over onweer. Dat duurt nog wel even. Zie je wel. Tijd genoeg voor het gaat regenen. Arme Teddy. Hij is helemaal nat. Kijk. Ja, arme Teddy. We drogen hem af. Arme Teddy. Kijk eens aan, Teddy. Weer droog. En je arme papa dan? Ik ben toch ook helemaal nat? Oh, sorry, papa Big. We drogen jou ook af. Kijk eens aan, papa Big. Helemaal droog. Oh? Het regent nu ook in huis. De
vloer wordt helemaal nat. Oh jee, wat moeten we doen, papa Big? Geen zorgen. Papa Big gebruikt een emmer om de druppels op te vangen. Goed zo, papa Big. Pedro Pony gaat de jager spelen. Hij zal Peppa redden van de boze wolf. Ik ben een jager en... Pedro is een beetje verlegen. Nee. Dan komt, ik zal je wegjagen, jij grote boze wolf. Ga toch weg, stoute wolf. Uitstekend, Pedro. Kelly Konijn zal de oma gaan spelen. Wat is mijn tekst, mam? Een scene. Aan het begin van het stuk word je in de kast opgesloten door de boze wolf. Dan, aan het einde van het stuk, word je gered door de jager. En dan zeg jij... Dank je. Dank je. Dat doe je heel erg goed, Kelly. Iedereen is gekomen om het toneelstuk te zien. Dames en heren, welkom bij ons stuk. Roodkapje en de boze wolf. Eerst zijn hier onze spelers. Nee. Denk aan onze spelers. Geen foto's met flits. En nu begint onze stuk. Oma ligt thuis in bed. Maar wie komt daar op visite? Ik ben de boze wolf. Heel goed, Henkie. Oh jee, Henkie is vergeten wat hij hierna moest zeggen. Oma, jij gaat nu Hup de kast in. Hup de kast in jij. De boze wolf doet alsof hij oma is. Oh. Hallo, ik ben het kapje. Ik ga op bezoek bij mijn oma. Bravo, Peppa! Papa, je mag hier niet flitsen, hoor. Oeps, sorry, Peppa. Ga maar door. George! Wow! Peppa! Dank je, papa. Nu vliegt het papa weg. Hoera! Hoger, hoger! Papa Big kan goed vliegeren. Wow. Ja, ik ben nogal een expert op dat gebied. Kijk uit voor die boom. Straks blijft hij erin hangen. Rustig maar. Ik weet wat ik doe. Oh jee. Papa Big heeft met de vlieger de boom geraakt. Oh, nee. Oh. Rustig maar, George. Papa haalt hem wel uit de boom. Hoera! Ja. Voorzichtig, daar is een modderpoel. Peppa en George springen graag in modderpoelen. Mogen we erin springen? Ja? Nee, dan zitten jullie onder de modder. Oh. Aan de kant, jongens. Wees voorzichtig, papa Big. Ik weet heus wel wat ik doe. Doe toch voorzichtig. Nog een beetje verder, papa. Papa Big, je bent echt veel te zwaar voor die tak. Onzin. Ik weet heus wel hoe zwaar ik ben. Zo. Hoera! Papa Big heeft de vlieger bevrijd. Wow! Welkom aan boord, matroosjes. Peppa, George... We doen jullie zwemvesten aan. Als Peppa en George op opa Big's boot zitten, moeten ze zwemvesten aan. Op deze boot ben ik de kapitein. Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. En als kapitein opa jullie vraagt om iets te doen, dan doen jullie dat. Behalve als het iets geks is, biggetjes.
Kapitein Opa vraagt nooit iets geks. Natuurlijk niet, kapitein Opa. George, hijs de vlag. Peppa, luid de bel. Ai, ai, kapitein. Oma Big, aan het roer. Ai, ai, kapitein. Volle kracht vooruit. Vooruit. Misschien moeten we wat langzamer varen, opa Big. Ja, dat is een goed idee, opa Big. Ik wil niet alle brandstof verbruiken. Opa, ik vond hard varen leuk. Komt wel goed, Peppa. We gaan straks weer sneller. Kijk, een andere boot. Dat is opa Hond. Hij neemt Henkie Hond mee voor een dagje varen op de rivier. Ahoy daar, opa Hond. Ahoy daar, opa Big. Hallo, Henkie. Hallo, Peppa. Opa Hond is de beste vriend van opa Big. Ho, ho, ho. Het verbaast me dat jouw boot nog drijft, opa Hond. Hij moet haast wel zo oud zijn als jezelf. Deze oude boot gaat wel veel sneller dan die lekke emmer van jou daar, opa Big. Oké, ouwe zeehond. Wedstrijdje? Dat win ik dik, waterzwijn. Jullie gedragen je als een stel kleine kinderen. Ik heb nu al twee poppen gemaakt. Deze pop heet Chloe. Hallo, ik ben Chloe Big. En deze hier is mijn papa, ome Big. Hallo, Peppa. Ik ben ome Big. Chloe, mogen wij ook poppen maken, George en ik? Ja. Chloe schildert de ogen van de pop. Mag ik de mond doen? Oké. Mijn naam is Peppa. George, hoe moet jouw pop er gaan uitzien? Dinosaurus. Dinosaurus? George zegt overal dinosaurus op. Op alles, hoor. Oké. Een enge dinosauruspop dus. Chloe maakt voor George een dinosauruspop. Ik geef hem scherpe tanden. Kijk, een enge dinosaurus. Tijd om te lunchen, iedereen. We komen. Na de lunch geven we een poppenshow. Tante Big heeft voor de lunch spaghetti gemaakt. De spaghetti is verrukkelijk. De beste van de wereld. Het is te zien dat jullie twee broers zijn. Als twee druppels water. Hoe bedoel je dat? We zijn compleet verschillend. Peppa, George en ik geven straks een poppenshow. Fantastisch. Roep als jullie klaar zijn. Goed, tot straks. Poppenkast, dat klinkt leuk. Heb ik nog tijd voor een bord spaghetti? Mag ik dan misschien ook nog? De poppenkast gaat nu beginnen. Hallo, mijn naam is Chloe. En ik ben Peppa. Help, een dinosaurus. Een enge dinosaurus, help. Oh, wat leuk, ontzettend goed. Bravo. George heeft een spin gevonden in de gootsteen. George wil vriendjes worden met de spin. Oh. George vindt de spin aardig. En de spin vindt George aardig. Peppa houdt van theekransjes. Waar zijn alle chocoladekoekjes, papa? Er waren gisteren nog heel veel. Oh, spijt me, mama. Ik heb ze allemaal opgegeten. Stoot, papa. George stopt de spin in bed. George, wat doe je nu weer? Je moet me helpen met het theekransje. Help! Help! Er zit een spin in de slaapkamer.
Rustig maar, Peppa. Oh, papa. Haal hem dan weg. Geen reden voor paniek. Hallo, George. Heb jij de spin gezien? Het is veel te eng. Haal hem daar weg. Je hoeft nergens bang voor te zijn, Peppa. Spinnen zijn heel, heel erg klein en ze doen je niks, hoor. Maar geen zorgen. Papa haalt hem wel weg uit je kamer. Wow! Hij is best groot, vind je niet? Ik haal mama Big wel even. Mama Big! Hallo, meneer Spillebeen. Peppa vindt het al minder eng. Hij vindt het leuk in mijn poppenhuis. Hallo, kinderen. Ik hoor dat jullie een spinnetje hebben gevonden. Ik haal hem wel weg, dan kunnen jullie verder spelen. Mama, vanaf nu heet hij meneer Spillebeen. Ah! Meneer Spillebeen is groot, vind je niet? Peppa en Suzy vinden het leuk om op Peppa's kamer te spelen. George ook. Nee, George. Dit spel is alleen voor grote meisjes. Ga met je eigen speelgoed spelen. Peppa en Suzy willen met z'n tweeën spelen. Kijk, ik ben een kleine veenprinses. Ik ga met mijn toverstaf zwaaien. En ik verander jou in een kikker. George wil niet alleen spelen. George wil ook meedoen. Nee, George. Ik speel met Suzy. Jij moet ergens anders spelen. George wil met Peppa spelen. Hij voelt zich een beetje eenzaam. George, kun je me even helpen? Ik ben chocoladekoekjes aan het bakken. Iemand moet de kom uitlikken. George vindt het leuk om mama te helpen met koekjes bakken. Maar hij wil liever met Peppa spelen. Ik wil zuster zijn. En ik wil dokter zijn. Maar wie zal onze patiënt zijn? George! Peppa en Suzy spelen graag doktertje. George ook. Peppa luistert naar de longen van George. Nou, George, even diep ademhalen en hoesten. Volgens mij zit je hart los. Ik zal er een pleister op doen. Ik moet nu ook schoenen hebben. Nu moet ik er nog mooi uitzien. Net als mama. Peppa heeft mama's make-up gevonden. Aha. Eerst een beetje poeder. Prachtig. Nu nog wat lippenstift. Wat een mooie mama Big. Kom, papa Big. Je moet nu naar je werk. Mama Big werkt op haar computer. Hallo, Peppa. Hallo, George. Neemt u me niet kwalijk. Peppa, ik zei alleen gedag. Ik ben niet Peppa Big. Ik ben Mama Big. Oh ja, natuurlijk. Hallo, Mama Big. Hallo. En dit is Papa Big. George. Hé, hallo, Papa Big. Het spijt me, ik heb nog een hoop werk te doen. Hallo. Ja? Doe dit, doe dat. Nee, dank u. Tot ziens. Peppa vindt het leuk om te doen alsof ze mama Big is. Maar George verveelt zich een beetje. Sorry, papa Big.
Ik ben bijna klaar. Kijk, het is af. Kom op, papa Big. Je moet nu naar je werk. Tot ziens, papa en mama Big. Tot ziens. Mogen George en ik ons gezicht laten beschilderen? Tuurlijk. Juffrouw Konijn maakt tijgers van Peppa's vriendjes. Kijk eens aan, Suzie. Nu ben je net een tijger. Dank u wel, juffrouw. Wauw. Wat een mooi gezicht, Suzie. Ben je een poesje? Nee, ik ben een tijger. Peppa, zal ik jou ook beschilderen? Ja, graag. Mag ik als een olifant? O jee, die heb ik niet in mijn vingers. Wat dacht je van een tijger? Ja, een tijger. Kijk eens aan, Peppa. Nu ben jij ook een tijger. Ik ben een tijger. George, wat wil jij graag zijn? Dinosaurus. Dinosaurus? Wat dacht je van een tijgertje? Ben ik heel goed in? Ik ben een tijger. En ik ook. Miauw. Een tijger zegt niet waf waf. Hoe weet jij dat? Tijgers zijn grote katten. Miauw. En ik ben een kat. Kaatje, wil je ons voordoen hoe een tijger doet? Oké. Een tijger sluipt langzaam naar voren. En dan... Tijgers likken zichzelf graag schoon. Maar het mooiste is de blije tijger die brrrt. Hallo kinderen. Oh, kijk nou toch, mooie tijgers. En ik leer ze echt tijgers te worden. Wat willen de tijgertjes nu graag doen? Dinosaurus. Juist, ja. We zoeken voor George een dinosaurusballon. Iedereen mag een ballon. Hoera! Deze piraat heeft een heel slordig handschrift. Die piraat heeft een prachtig handschrift. Nee, ik kan het echt niet lezen. Er staat duidelijk geschreven, volg de pijlen. Volg de pijlen? George heeft ze al gevonden. Stokken in de vorm van een pijl. Kijk, ze wijzen hierheen. Peppa en George volgen de pijlen. Kijk, George, een sleutel. Peppa is op de goede weg. Een sleutel. Goed zo, Peppa. Nu moet je de schatkist nog vinden waar die in past. Maar waar moet ik dan naartoe? Kijk nog maar eens goed naar de schatkaart. Kijk, Peppa, je ziet hier twee appelbomen staan. Hier is een appelboom. En hier staat er nog één. Dan ligt de schat dus ergens hier. Laten we kijken. Oh jee, volgens mij ligt hier helemaal niets. Wacht eens, er ligt hier wel iets. Oh, een schatkist. Wow. Goed zo. En hiermee kan ik hem openen. Wauw, niet te geloven. Gouden munten, die zijn een fortuin waard. Het is veel mooier dan dat. Al die gouden munten zijn van chocola. En jullie mogen er allemaal eentje hebben. Hoera! Ja! Peppa en George smullen ervan. Iedereen smult ervan. Opa, oma, ik vond dit de leukste speurtocht ooit. GELACH